Ik merk als docent economie dat heel veel leerlingen graag in mooie, dure kleding willen lopen. Daar is op zichzelf helemaal niks mis mee. Maar er zijn sites, bijvoorbeeld op Marktplaats, waar je tweedehands je mooie, dure merkkleding ook kunt kopen. Kijk daar eens naar. Maak een begroting. Een begroting geeft je inzicht hoeveel geld je hebt en hoeveel je nog kunt uitgeven. Dus als je bijvoorbeeld op vakantie wilt of je wilt iets moois kopen, dan weet je in ieder geval, ik heb genoeg. Vermijd lenen, want lenen kost altijd geld. Houd daar rekening mee. Het is daarom erg belangrijk dat je goed uitzoekt waar je het goedkoopst geld kunt lenen. Dat kan zijn bij Duo, dat kan zijn bij een bank, maar informeer ook eens bij je familie. Misschien wil je oom of je tante wel geld aan je lenen. Als leraar zie ik heel veel leerlingen en studenten met een gratis telefoon. Een gratis telefoon bestaat niet. Je betaalt altijd een abonnement. En abonnementen zijn duur. Het is daarom zaak dat je goed kijkt welk abonnement goedkoop is en goed bij jou past. Heel veel leerlingen en studenten hebben een eigen bankrekening. En dat is mooi. Want daardoor leer je eigenlijk om te gaan met je geld. Je kunt precies zien wat je hebt en wat je niet hebt. Soms is er wel eens een situatie dat je te veel geld uitgeeft en dan ga je rood staan. En dat is eigenlijk niet heel erg fijn, want rood staan betekent dat je heel veel rente moet betalen. Debetrente noemen we dat. En dat is zonde van je geld, want dat kan echt heel snel oplopen in honderden euro's. Er zijn heel veel leerlingen en studenten die in de kantine hun eten kopen. En dat kan. Alleen wat mij opvalt is dat in de kantine het eten erg duur is. Ook de drankjes. En dat is eigenlijk best wel zonde. Want als je naar de supermarkt gaat, zou je veel goedkopere producten kunnen kopen. Zoals je water of je frisdrank. Maar als je nou thuis ook nog je eigen boterhammen smeert, dan bespaar je helemaal. Veronderstel dat je straks je studie af hebt en je zit met een hoop schoolboeken. Dan kun je een aantal dingen doen. Je kunt ze bij het oud papier gooien. Maar wat slimmer is, is om je schoolboeken te verkopen. Je krijgt er ook nog geld voor. En wellicht maak je iemand anders er weer blij mee.